Oké, nieuwe techniek, lianen zijwaarts. Zorg dat je in ieder geval de schippenslag onder de knie hebt. Heb je dit nog niet, check dit filmpje. Oké, bij de lianen zijwaarts, heel belangrijk. Hier kun je in principe rusten. En je wil naar het volgende touw toe. Probeer de tijd dat je tussen de touwen inhangt zo kort mogelijk te laten zijn. Pak de volgende, hop, en één keer door. Het ritme is hierbij heel belangrijk. Zoals je ziet, ik vind het fijn om mijn voorste arm te buigen, mijn achterste arm te strekken. Als jij het fijn vindt om twee bovenarmen te pakken, kan dat ook. Wil je liever twee lange armen pakken, kan dat ook. En zoals je ziet, ik zet de voetklem op deze manier. Ik vind het fijn om die kant op te klimmen. Dat je dan het touw weg kan schoppen en de volgende kan binnenhalen met je achterste been. Dan hoef je alleen maar je voorste been bij te sluiten. Dan heb je de voetklem te pakken. Vind je het nou fijn om de andere kant op te klimmen? Dat kan. Dat is ook mogelijk. Het is net wat je zelf het vaakst geoefend hebt. Oké, wat zijn nou een aantal tips om nog sneller door de lianen te klimmen? De eerste is dat je je voetklem een beetje naar achter zet, zodat je een grotere zwaai meepakt naar voren. Ziet er zo uit. Naar achter. Hop. Achter. Als ze verder uit elkaar hangen, is dat soms ook wel nodig om bij de volgende te kunnen komen. Wil je er eentje overslaan, zorg dan dat je hem voorlangs pakt. Dan zit hij niet in de weg. Oké, een echte gevorderde tip is dat je de vorige voetklem al loslaat. Zo snel mogelijk, misschien soms wel vlak voordat je je hand al aan het volgende touw hebt. Het kan er zo uitzien. In een reeks lianen hoef je niet altijd een voetklem te zetten in het eerste touw. Dus gebruik het eerste touw om naar het tweede of derde touw toe te springen. Zorg er wel voor dat je voor het eerste touw afzet. Het ziet er zo uit. Als alles samenkomt, ziet het er zo uit, ongeveer. Soms kom je een paar lianen tegen met een schot ertussen. Dan is het belangrijk dat je erg laag je voetklem zet en dat die voetklem heel stevig is. Desnoods kun je die voetklem even opnieuw zetten. Het kost even wat tijd, maar het is wel belangrijk dat die goed zit. Indien mogelijk zet je de klem al in het touw achter het schot, voordat je de rest van je lichaam onder het schot door hebt. Maar alleen als ze dicht genoeg bij elkaar hangen. Waarom, Jeroen? Dan heb je een kleinere kans dat je met je voeten de grond raakt. Kabouterliaantjes. We hebben ze hier niet hangen, maar we doen gewoon net even alsof. Daarbij is het belangrijk armen kort te houden, benen hoog te houden. Oké, dit was de lianen zijwaarts. Heb je nog andere technieken die je wil weten? Laat het ons weten in de reacties en wie weet maken wij een filmpje. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen, deze te liken en te delen. En tot de volgende keer.